Arne, gefeliciteerd. Als je met 3-0 wint, ben je dan automatisch ook tevreden? Wel over de uitslag. Maar dat hoeft niet dat je dan tevreden bent over alles wat je gezien hebt. En dat was ik ook niet eerlijk gezegd. Het is veel goed gegaan, maar ja, ik had op meer gehoopt. Maar goed, misschien is dat klagen met gezonde benen. Maar als je 3-0 wint, je weer de nul houdt. Maar we speelden voor het eerst tegen een tegenstander, of voor het eerst, maar sinds lange tijd tegen een tegenstander die ook op wil bouwen van achteruit. Ja, dan hoop je dat je met je agressiviteit in druk zetten, dat tot meer leidt. Maar ik vond dat Heracles een aantal keren uitstekend onderuit speelde, dus daar was ik niet compleet tevreden over. Als je nu wel weer de nul houdt, hè? Je wint voor het eerst sinds lange tijd ook weer met 3 goals, hè? Die maak je voor het eerst sinds lange tijd weer. Wat hou je uit dat gegeven? Dat we deze wedstrijd meer dan in andere wedstrijden de kansen die we gehad hebben omgezet hebben in goals. Maar is dat iets wat je dan, merk je dat ergens dan ook aan, dat je minder kansen nodig hebt? Komt dat ergens door of zoek ik dan iets te ver? Weet ik niet. Ja, dat gaat de ene keer, lukt dat beter dan de andere keer. Over het algemeen is dat bij ons wel een uitdaging, hè? Het aantal kansen dat we krijgen omzet in goals. Na 5 minuten hadden we ook al 3 goede kansen gehad. Weliswaar in 1 kans 2 keer, Santiago, hè? Die schoot hij geweldig in. Althans, die indruk had ik dat hij die geweldig inschoot, maar die werd met de borst geblokt. In de rebound schoot hij hem net naast en even daarna een corner een vrije kopkans. Dus dacht ik even, het zal toch niet weer zo'n wedstrijd worden. En het duurde best ook nog wel even alvorens de 1-0 erin ging. Er is op de voorhoede sowieso wel eens wat kritiek geweest, hè? Vandaag zijn ze bepalend met goals en met assists. We zagen hier net Yankuba Minte zitten. Welke ontwikkeling zie jij bij hem? Nou, met name dat hij meer rendement krijgt. Dus dat hij ballen binnen schiet. Maar wij waren, en ik was al heel erg tevreden over het spel zonder bal. En het spel zonder bal is druk zetten, maar het spel zonder bal is ook het tempo van diepgang en de snelheid waarmee die mensen opzoekt, ook aan de bal. Maar dat hij dat nu de laatste weken ook nog weet te combineren door het maken van goals, is natuurlijk ook goed en normaal voor een buitenspeler van Feyenoord dat je dat combineert. Maar met zijn jeugdige leeftijd is dat wel een hele mooie ontwikkeling die hij doormaakt. Ik vroeg hem net ook hoe hij naar het volgende seizoen kijkt. En toen zei hij van, ik zou best wel bij Feyenoord willen blijven. Ja. Hoe zie jij dat? Wat vind jij daarvan? Nou, er zijn meerdere partijen natuurlijk bij betrokken. Dus Feyenoord, hij zelf en Newcastle ook. Hij maakt een hele goede ontwikkeling door, maar het is altijd de vraag van ja, wat kost een speler? Kan die weer verhuurd worden, ja of nee? En wat zijn de andere opties op de markt en wat kunnen wij betalen? Dus dat is een afweging die we zullen moeten gaan maken de komende maanden. Maar dat hij zich goed ontwikkelt is helder en dat hij een speler is die als die van jezelf zou zijn, zou dat best heel interessant kunnen zijn voor de toekomst. Nu is die van Newcastle, wat voor ons nog steeds lekker is dat we hem erbij hebben hoor, maar richting de komende zomer zullen we dat overnieuw moeten evalueren. Wat wil Newcastle en wat kunnen en willen wij? Heb je wel een steenpapier schaar gedaan? Nee. Wat vond je ervan dat gebeurde bij die vrije trap? Kostas die zei net, trainer, je was heel boos hè, toen je dat zag. Hè? Ik zei ja. Ik vond en vind dat ongepast op elke stand. Maar ik vond het veelzeggend over hoe wij enerzijds knap 3 goals en een nul. Anderzijds zei het wat mij betreft iets over hoe we in fases van de wedstrijd speelden. Dus op 2-0 dat doen, dan vind ik een volledige onderschatting van de situatie van dat moment. Omdat, ja, misschien was ik de enige in het stadion. Maar ze hadden weinig spelaandeel, maar ze kwamen wel een paar keer door met een cornertje nog. En ik vind dat niet gepast op geen enkele stand, laat staan op 2-0. Is dat dan wel iets wat je dan in de komende dagen nog aan gaat halen als je met je spelers daarover in gesprek gaat? Ik zie je al lachen. Dat is niet uitgesloten. Ja. Ja. Hoe is dat dan als is dat vol erop of is het meer aangeven dat je dat niet begint? Het zal een beetje gek zijn als ik over 2 dagen nog de hele boel verrot ga schelden in de kleedkamer. Maar je kan ook met hele duidelijke bewoordingen zonder dat je gaat schreeuwen dingen aangeven. Dat is altijd een beetje de vraag, ook wat is de uitleg? Ik heb net ook iets van een uitleg gehoord. Maar ja, nee, dat is niet hoe je het graag ziet en dat is ook niet hoe het zou moeten. Maar als het eindresultaat is dat de bal erin geschoten wordt, zou je, als je heel simpel wil stellen, zou je zeggen dat moeten ze vaker doen. Maar ik hoop niet dat dat gebeurt.
wil nog één ding met je aanhalen nog. En dat is ja, eigenlijk nog veel belangrijker dan het voetbal zelf. Hè. Voor de wedstrijd kwamen de spelers op met shirts voor Jean-Paul Boetjes. Die heeft nog met jullie meegetraind ook in het verleden. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij jullie binnengekomen, dat nieuws rond hem? Nou, heel heftig. Iedereen, die, als zeker als de bekende van je is, waarvan je hoort dat hij kanker heeft, is al heel heftig om te horen. Laat staan als het de tweede keer is. En als je de persoon dan ook nog wat beter kent. Kijk, ik ken hem niet heel goed, maar hij heeft wel 2-3 weken bij ons getraind. En heb ik hem als een bijzonder fijne jongen ervaren. Maar ook als ik hem niet als een fijne jongen had ervaren, is het nog verschrikkelijk om het te horen. Dus dat is best wel echt even binnengekomen. Ook wel bij mensen die al langer bij Feyenoord zitten. Want het is natuurlijk een speler die uit de jeugdopleiding komt. Ja, en dan denk ik dat het een mooi gebaar is van de groep om dit te doen. En ook van onze supporters. En ja, laten we hopen dat hij net als de eerste keer ook nu de tweede keer ervan kan genezen. Als je dan iemand van dichtbij zo in zo'n periode meemaakt, ben je dan iemand die hem ook dan belt of een berichtje stuurt? Nou, bellen zou in deze fase heel een beetje raar zijn. Zeker als je hem niet zo heel erg goed kent. Ik denk dat andere mensen dat hij meer behoefte heeft aan andere mensen bellen. Maar ik heb hem in dit geval wel een berichtje gestuurd, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Gaan we naar voren. Blijf aan dezelfde kant. Yes, Mikos. Ja, trainer, als ik het goed begrepen heb, vond je het een beetje plichtmatig, dus je ploeg? Niet het begin hoor. Ik vond ons wel heel goed starten, maar dat zei ik net al eerst een aantal minuten. Maar gedurende de wedstrijd vorderde vond ik het niet de energie die ik heel graag gezien had. En ja, het was niet heel slecht of zo. Ik bedoel, je wint met 3-0 en... Maar ik vind eigenlijk, als je dan 3-0 staat tegen een tegenstander die dan eigenlijk geslagen is, want dat is het met 3-0, dan hoop en verwacht je dat je veel meer, veel beter bent in balbezit, veel meer dat kansen nog komt. Dat vond ik wat teleurstellend. En zou een verklaring kunnen zijn dat je toch een soort niemandsland bent? Je zal het ontkennen natuurlijk, want het gat met Twente is maar 6 punten. Maar voor het gevoel is de competitie voor Feyenoord een beetje gespeeld, hè? Naar boven toe en naar beneden toe. Zou dat kunnen dat het toch een beetje in zo'n groep sluipt? Vorig seizoen was natuurlijk iedereen een puntje van de stoel in deze fase. Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Omdat ik natuurlijk niet het hoofd van die jongens kan kijken. Dat is niet het beeld wat ik van ze krijg. Omdat we heel goed en fanatiek trainen. En er is nog heel veel om voor te spelen. Hè? We weten allemaal dat we de bekerfinale nog spelen. En we weten ook dat het 30 jaar geleden is dat deze club 2 jaar achter elkaar bij de eerste 2 is geëindigd. Dus als je dat kan combineren met de bekerfinale en hopelijk dat je daar dan ook nog succesvol in bent. En wetende dat plek 2 recht geeft op Champions League. Dan vind ik dat er alle reden is om vol door te trekken. En nog niet in de laatste plaats, omdat er ook nog individuele belangen zijn als het gaat om het bereiken van een EK. Maar het gaat altijd eerst om het teambelang en het gaat altijd eerst om Feyenoord. En dan vind ik dat wij nog heel veel hebben om voor te spelen. Omdat... Ja, jij zegt niemands land, maar voor de wedstrijd was het gat 3 punten met Twente. En nu weer 6, gelukkig, met een beter doelsaldo. Maar het is nog wel 9 wedstrijden te spelen. En nog even over dat steenpapier scharen. Want degene die maakte, die deed er niet aan mee. Dus je zou ook nog kunnen denken... Ja, misschien deden ze het om de keeper in verwarring te brengen of zo. Of heb je die uitleg, was dat die uitleg die je kreeg? Of was dat... Ik heb het niet gevraagd hoor, naar de wedstrijd. Maar je zei dat je een soort van uitleg had gekregen? Van... Nee, ik hoorde Samuel die me net zien dat Quilenzi iets gezegd had. Dus maar ik snapte het niet helemaal. Dus hij deed er niet eens aan mee en hij mocht hem toch nemen. Nou ja, oké. Maar ja. Gaat nergens over, amigos. Wil je niet meer zien? Hoop ik niet weer te zien, hè. Nee. Oké. Ander nog. Yes, gaan we naar de linkerkant. Ik vind het al vervelend op de training als we 6-2 spelen en jij geeft een slechte bal. En jij moet erin en dat wij dan met z'n tweeën wie erin moet. Dat vind ik al vervelend. Laat staan om het in het stadion te zien. Arne. Dat is lang geleden, Steven. Ja, goed hè. Godverdorie. Ja, promotie gemaakt. Oké. Over Minté gesproken. Ga je handen dan niet jeuken om niet nog een jaartje met zo'n jongen te mogen werken, stel. Je ziet de ontwikkeling die hij doormaakt. 19 jaar. Ja, nee, het is altijd leuk om met dat soort jongens te werken. Als je ziet wat voor potentie erin zou kunnen zitten. Omdat topspelers hebben vaak één ding altijd, allemaal. En dat is of snelheid van denken of snelheid van lopen. En in dit geval zit het bij Yankuba iets meer in de snelheid van lopen dan de snelheid van denken. Maar in dat laatste vind ik wel dat hij een mooie ontwikkeling doormaakt. Dus dat is altijd hartstikke mooi om met dat soort jongens te werken.
Alleen tegelijkertijd is het nog mooier om met dat soort jongens te werken als ze van jezelf zijn. Want dan levert dat ook nog iets meer geld op voor de club. Hè. Maar goed. Maar neemt hij dat de plek van een ander in? Bedoel je dat? Of? Is het nogal logisch als jij een speler aan een buitenspeler opstelt? Kijk, jij weet waar ik vandaan kom. En jij weet waar jij altijd in de persconferentie zat en zit volgens mij bij AZ. En een van de dingen in hun beleid, wat ik ervan herinner, is dat zij in principe altijd hun aanvallers van zichzelf willen hebben. Omdat aanvallers veel geld waard worden. Dus, maar je kan ook als club in de omstandigheid komen dat je een bepaalde kwaliteit niet zelf kan kopen of kan krijgen. Waardoor het interessant is om het te huren. Daar zijn ook voorbeelden van. En in dit geval Jan Kubaminte. Ja, je kan naar Savio kijken, die bij PSV zat. Hè, die nu bij Girona natuurlijk een geweldige ontwikkeling doormaakt. Goed, ja. Maar goed, die speelde niet. Dat is misschien niet goed gezien. Ja, jullie hebben niet de primaire division om aan te bieden, maar wel Champions League voetbal volgend jaar. Is dat nog een voordeel? Als wij over 9 wedstrijden op plek 2 staan of op plek 1 staan, hebben we dat aan te bieden. Maar daar moeten we nog wel 9 wedstrijden voor spelen. En daar hebben we een hele goede uitgangspositie voor. Maar ik weet niet of dat voor de speler of voor Newcastle meespeelt. Misschien willen ze hem zelf wel heel graag terug hebben als ze zien dat hij zich heel erg goed ontwikkelt. Dat ze zelf denken dat hij al klaar is voor dat niveau. Ik weet alleen niet of dat van regelgeving al mag. Maar goed, dat zien we dan wel de komende weken.